Dames en heren, een hele goede avond. In afwachting van de krakers van deze tiende speeldag. Anderlecht Standaard en Club Brugge Agent zijn al 6 matchen gespeeld. Landskampioen Racing Genk trok in de vooravond al naar Lokeren. Genieten van de prachtige najaarszon kon niet. Het gehavende Genk moest reageren na de nederlaag tegen Anderlecht en een 1-6. Lokeren won geen enkele van zijn 4 thuismatchen. Het cirkelde net boven de gevarenzone. U hoort Dirk de Ferme. Er is wat gesleuteld aan de Lokerse defensie tijdens de korte competitiestop. De flankverdedigers zijn vanavond de Rover rechts en de Bok links. Coach Maas kan geen beroep doen op Mokulu. Zijn vervanger is links op het middenveld, de IJslander Fevang. Genk heeft veel geblesseerden. Vossen is wel speelklaar. Hij speelt voorin met Benteke. En op de linksachter bleek Poudil niet fit. Timothy Durwaal vervangt hem. Abel Masuero, de Argentijn, debuteert voor KRC rechts van Teucer in de defensie. Frank de Blekere is de scheidsrechter vanavond. Van Borre. Zwabberbal. Blijft binnen. Botste even tegen Benteke aan. Vossen staat te wachten, daar komt de Bruyne. 1 minuut en 27 seconden gespeeld. Schot over het doel van Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne in een streepje zon staat hij voor de eerste Genkse hoekschop. 8 minuten gespeeld. Benteke! En de 0-1. Hij miste er veel kansen tegen Anderlecht in de thuiswedstrijd. Maar hier op Daknam zet hij na iets meer dan 8 minuten Genk op 0-1. Niet gedekt of amper, dan komt er wat volk naar hem toe. De zone werkt niet helemaal. En de Bruyne schildert die bal op het hoofd van Benteke. 0-1. Vossen mag lang kijken, wordt niet meteen aangevallen, vindt dan Buffel. Nu de Bruyne. Hij valt, staat weer op en levert in bij Buffel. Die zoekt Vossen uit. En dan Kopa. Uitstekend schot van Jelle Vossen. Buffel. Van den Borre. Probeerde een fantasietje, werd afgestopt door Overmeijer. Hier loopt de Keulaar. De Sher is bij hem. De Keulaar, kwieke dribbel. Daar is de voorzet. En dan Durwaal op de inzet van Harbaoui. En dan wordt die bal nog van de lijn gehaald. Ik denk door de Sher. We zitten in de 35e minuut. Het beste van Lokeren tot nu toe met de Keulaar. Goeie dribbel. Harbaoui, dan Durwaal, opnieuw Harbaoui en dan Teucer. De Bok. Makkelijk langs Vossen. Minder makkelijk langs Highland. Schuift de bal op naar de Pauw. En die geeft er wat diepte aan. Leko. Voorzet richting Harbaoui. Anele kopt, dan Neil de Pauw. En die bal gaat erin. Hij raakte hem niet eens zo hard. Maar hij schuift hem wel in de verste hoek in de 40e minuut. Het was bijzonder stil op Daknam en dat duurde bijna 40 minuten. Maar dan ontplofte alles. Bal die niet goed werd weggewerkt. En de Pauw krijgt hem nog in de verste hoek. Onderweg nog even aangeraakt door Daniel Teucer. 1-1. De Bok. Benteke, dat is voet vooruit. En dat is meteen rood, zegt Frank de Blekere. Zeer onvoorzichtige tackle. We zitten nog geen 2 minuten na de gelijkmaker. En dit kost Benteke de uitsluiting. En de reactie van Dirk de Graan. Nu horen we het Lokerse publiek. Doorspelen snel van Fevang. Harbaoui. Mooi schot nog. De stand bij de rust is 1-1. Genk nu met Kennedy in de plaats van Vossen. Leko. Teucer. De Keulaar toch. En het schot van de Keulaar. Weggeslagen door Laszlo Köteles. Masuero speelt de bal tot bij Van den Borre. De Bruyne. Highland.
Deje niet. Kennedy wel met het schot. En een bal tussen de palen bij Copa. We spelen 65 minuten. Lokeren komt makkelijk aan 10 hoekschoppen. Allemaal voor Ivan Leko. Anele ging ernaast. En dan kopt Gueye hem erin. En dan komt Lokeren op 2-1. Niet beloond voor heel goed voetbal. Maar wel voor geduld. Voor het rondspelen van de bal. Langs heel veel poppetjes en daardoor traag vorderen. Maar nu de zoveelste hoekschop van Ivan Leko. En de kopbal van Gueye. En het is 2-1. En er moeten nog 12 minuten gespeeld worden. De Keulaar van den Borre. De Keulaar levert in bij Leko. Patosi. En dat is een goede bal. Via de paal gaat hij erin. Was hij bedoeld als een voorzet of was het echt een schot op doel? Voor het gemak zeg je dan een voorzet op doel van Ayanda Patosi. Een van de invallers. 80ste minuut. 3-1 voor Lokeren. Via Ayanda Patosi. Corner voor Lokeren met Leko. Wie anders? Kuteles. En die bal gaat er in twee keer niet in. Taravel had twee keer de kans om 4-1 te maken. Het is van 5 maart geleden dat Lokeren nog eens een thuismatch won. 10 op rij, niet gewonnen. En Genk staat met een reeks van 0 op 9. We had a really problem with our home games. We were playing good football, creating a lot of chances, but we didn't win. I think already 6-7 months. So we really needed one victory like today. Vous voyez bien l'intention, c'est que mon pied à la fin, c'est vrai qu'au début il est en haut, mais regardez à la fin, il va vers le bas. Mon intention, c'est pas de faire mal. Je suis pas un mauvais joueur. Et voilà, c'est un peu stupide. Ça pénalise le groupe, quoi. C'est un peu sévère. De bal is op het middenveld, er kan niks gebeuren. We zitten goed in de wedstrijd. En als je dan zo je elftal dupeert door eigenlijk zo'n onnodige rode kaart te pakken. Dat hebben we in Leuven gedaan met Barda en nu doen we het weer. Dus ja, we zullen daarin toch heel volwassen moeten worden, want dit kost ons onnodig veel punten. We zullen met z'n allen de schouders eronder moeten zetten, want gaan zitten huilen met z'n allen, daar heeft niemand wat aan. Mario B. na zijn derde nederlaag op rij. Dan moet je nog vertrekken naar Engeland, naar Chelsea. Woensdag, Mark de Grijze, goedenavond. Genk krijgt klappen, logisch met zoveel blessures? Ja, een beetje wel, maar natuurlijk. Hij zegt het zelf al, de rode kaart van Benteke was het keerpunt. Want ik moet zeggen, de eerste 40 minuten speelde Henk redelijk. Gezien het elftal die op het veld stond. Veel afwezigen, veel vervangingen van posities. Ja, dan mag je niet het beste Henk verwachten. Maar ik denk als ze met 11 blijven spelen, dat ze deze wedstrijd hadden kunnen winnen. Ja, Kevin De Bruyne is terug, maar kan die stempel nog niet helemaal drukken zoals we van hem gewoon zijn? Is dat normaal? Dat is wel een beetje te begrijpen. In het begin van de wedstrijd was hij wel nadrukkelijk aanwezig. Een paar kansjes, de eerste ja, half geraakt, dit werd afgeblokt. En er hing wel wat dreiging vanuit en ja, daar rekent Henk natuurlijk ook wel op. Hè. Maar eenmaal met 10 tegen 11 moest hij toch veel meer verdedigen dat hem lief was. En dat doet hij dan ook, hij deed het. En hij probeerde offensief nog zijn mannetje te staan, zette vaak nog druk door ook. Dus hij was echt wel van goede wil. Maar goed, als je zo lange tijd bent uit geweest en je moet dan ook nog een keer op eigen helft gaan verdedigen, dan kom je eigenlijk niet meer tot offensieve acties. En dit is een mooi voorbeeld, je gaat het zo meteen zien. Op het moment dat hij een bal bezit komt, ja, op 10 meter van zijn eigen doel, is hij blij dat hij van die bal af is. En dan moet je na 80 minuten naar de bank. Dat is logisch en je kan niet meer verwachten. En ik vrees een klein beetje voor dit Henk woensdag op Chelsea. Mm-hmm. Lokeren daarentegen kruipt terecht, ondanks ja, spitsen die nog niet in bloedvorm zijn. Nee, maar Harboui is ontkomen. Ik heb de indruk of het gevoel van vandaag speelde hij niet slecht. Hij zoekt natuurlijk nog altijd naar zijn positie. Hij zoekt waar dat hij een balbezit kan komen en eventueel tot kansen kan komen. Een beetje overhaast heeft hij af en toe een poging tot schot. Deze moet hij eigenlijk wel maken. Als hij in vorm is, dan zit dat altijd is het doel. Maar een spits die niet echt in vertrouwen is en die niet echt in vorm is, ja, dan schiet je altijd wel ergens tegenaan. Hier zien we nog zo'n voorbeeld dat hij wel echt de spits is die altijd gelooft in zijn eigen kans.
de eerste paal opzoekt, maar een moeilijke bal. Maar ja, ik heb het gevoel dat de komende weken dat we Harbouy gaan zien scoren. En dat, omdat ook Lokeren nu vertrokken is met deze overwinning, ik denk dat het eraan zit te komen, ja. Oké, Mark.